Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop, product update. Nummer 113. 113. Januari 2020. Ja, ja. Zullen we gewoon meteen beginnen? Dat kunnen we doen. Oké, okay, oh, we hebben een boel spullen. Ik pak er gewoon iets hier. Ik pak gewoon even iets hier. Zet ik heel mooi in een doosje, moet ik het even uithalen. Wat heb ik hier? Een dobbelsteen. Een grote witte dobbelsteen. Ik ga me wegdraaien. Ja, mag die dobbelsteen rollen, zeg maar. Of neerleggen met een aantal ogen wat je zelf wil. Mm-hmm. Moet ik het afdekken of? Dat mag je eigenlijk zelf weten. Mm-hmm. Heb je gedaan? Ja. Oké. Okay. Concentreer je even op het aantal ogen bovenop de dobbelsteen. Oké. Okay. 1. 2. 3. 3. Klopt dat? Yes. 3. Even voor het idee. Doe nog een keer. Je mag hetzelfde kiezen, maar ook iets totaal anders wat je zelf wil. Mm-hmm. Ja, heb ik. Afdek weer. Heb je een ander? Ja, dek maar af. Heb je? Oké. Okay. 1. 2. 3. 4. Of meer. 5. 5. En 5. Nou, wat is dit? Dit is Single Mental Dice. Ik laat even zien wat je krijgt. Dat is dit met de dobbelsteen. Want deze dobbelsteen is een speciale dobbelsteen. Vergelijkbare dobbelstenen zijn niet goedkoop. Laten we dat erbij zeggen. Ja. Dit is een gegoten dobbelsteen. Waarom zeg ik dat? We hadden een eerste uitvoering. Die was al, vonden we al gaaf. Maar dat was eigenlijk een, hoe zou ik het noemen? Een plastic, een holle dobbelsteen van plastic. En daar zat alles in qua elektronica. Dit is een echte, ik het horen, een grote dobbelsteen die voelt en gooit als een echte dobbelsteen. Je kan er ook mee rollen. En die geeft jou exact door welk aantal ogen boven ligt. Of beneden, wat je zelf wil. Want als je weet wat boven ligt, weet je ook wat beneden ligt. Want het totaal is altijd 7. Dus als je het zo doet, en je zou zeggen, leg je getal onderop. Dan is het voor de toeschouwers nog onmogelijker dat je het misschien ergens gezien zou kunnen hebben. Want het ligt er onderop. Dus je krijgt een oplaadplateau. Inductie, dan zet je gewoon je dobbelsteen op met de 6 naar beneden. Huppatee. USB-kabeltje eraan en hij laadt op. Het signaal krijg je via een klein kastje op je lichaam. In welke situatie zou je deze gebruiken? Ik ga het er even bij pakken. Wat zeg je? Zou je deze close-up gebruiken of optioneel? Ja, ik zou deze close-up gebruiken. Dit is het, het kastje wat erbij zit. Kun je in principe aan je riemklep ook. Is absoluut voor close-up. Waarom? Omdat deze heeft een beperkte afstand. Hier werkt het prima. Als je staat in de kroeg met mensen dichtbij werkt het ook prima. Maar deze is niet geschikt om te gebruiken als je zegt ik loop naar een andere kamer. Mensen moeten dobbelsteen neerleggen. Of je loopt hier in het geval van de winkel. Ik loop naar de andere kant van de winkel. Die afstand haalt hij niet. Daar is deze ook niet voor bedoeld. Het is een dobbelsteen voor dichtbij. Daar is de prijs ook naar. €149. Ik zou hem gebruiken bij 1 op 1 en zo, of een klein groepje. We hebben hem ook in het zwart trouwens, kun je kiezen, wit en zwart. Hetzelfde verhaal, inductieoplader, ontvanger. Ontvanger is met trilsignalen, dat je het even weet. Ja, allebei schitterende dobbelstenen. Ja. Werken prima, maar zoals gezegd, als je gaat voor de grote afstand, dan hebben we een ander alternatief. Hebben we op dit moment ook nog op voorraad, beperkt. Fantastisch ding, neem even contact met ons op, kost ongeveer €300. Maar dan heb je er eentje die gaat 15 meter. Door muren, door mensen, door alles heen. Dus dat is ook, ook dezelfde grootte. Dan iets wat daar eigenlijk wel op lijkt. Maar wat toch een stapje verder gaat. Dit zijn de Mental Dice bij Tony Anverdi. Nou, Tony Anverdi, de beste man leeft niet meer. Die heeft vroeger heel veel effecten uitgebracht met elektronica. Er zijn veel verzamelaars die daar veel geld voor uitgeven om nog een effect te bemachtigen daarvan. En Murphy's Magic. Murphy's Magic, de maker, degene die dit heeft uitgegeven. Die heeft de rechten gekocht van Anverdi, van de familie van Anverdi. En ze gaan blijkbaar meerdere effecten uitbrengen die Anverdi vroeger heeft uitgebracht. En dit is de eerste in ieder geval uit die serie. Wat is dit? Nou, eigenlijk wat je net hebt gezien. Maar dan niet met één dobbelsteen. Maar... Mooi gemaakt, hè? Dit is gewoon een verrassing, zoals je doos opent. Met daarin 3 dobbelstenen. Kleinere dobbelsteentjes, andere kleurtjes. Ook een oplaadplateau zit er ook bij, zie je.
Een kabel zit er ook bij. En nog iets extra's wat we nodig hebben om de truc te kunnen vertonen. Oh, wacht even. Maar dat laat ik je nu nog even niet zien. Zullen we dat laten zien? Nee, laten we helemaal niet zien wel. Als mensen willen weten, kunnen ze op de website bij de foto's ook zien. Ja, ja. Oké. Het idee is als volgt. Je kan overigens deze truc gewoon met één dobbelsteen doen. Exact hetzelfde als we net hebben gedaan. Alleen dan heb je geen trilsignalen, maar dan heb je een optisch signaal. Dus je ziet ergens welke ogen boven liggen. Niet op de dobbelsteen, maar ergens anders. Het is namelijk zo. Ik geef jou deze dobbelstenen. Normaal zou ik 3 toeschouwers vragen. Dan zou ik vragen om elke dobbelsteen te pakken, tussen de handen te leggen met een aantal ogen naar boven en de handen te sluiten. Die toeschouwers hebben we niet. Leon heeft ook geen 3 handen. Dus we doen even dit. 3 magische kopjes. Dat zijn gewoon de kopjes, maar ze zien er magisch uit. Balletje, balletje. Toeschouwer 1, toeschouwer 2, toeschouwer 3. Ja. Oké. Okay. Jij speelt even 3 toeschouwers. Toeschouwer 1, zou jij een dobbelsteen willen pakken? Ja. Heb je er eentje? Ja. Oké, okay, dan mag je die een aantal ogen wat je leuk vindt naar boven leggen. Of je gooit eerst maar niet uit waar die komt te liggen. Schuif je hem onder het kopje en zet je het kopje eroverheen. Mm-hmm. Is dat gebeurd? Ik heb een getal. Mag je onder het kopje leggen, het kopje eroverheen? Heb ik. Oké, okay, super. Toeschouwer 2, mag jij een van die 2 overgebleven dobbelstenen pakken? Rol er ook even mee, dat je zeker weet dat het willekeurig is ook. En als je het een goed getal vindt, vind je het prima. Is het geen goed getal, pak je een ander getal wat je zelf wil. Leg je met de ogen naar boven, onder het kopje. Yes. Toeschouwer 3, als je het allemaal begrepen hebt, mag je exact hetzelfde doen als andere toeschouwers. Rol met de dobbelsteen, dat je ziet dat het echt dobbelsteen is. En dan mag je met dat aantal ogen of een ander aantal ogen wat je zelf leuk vindt, naar boven onder het kopje leggen. En afdekken. Is dat gebeurd? Yes. Fantastisch. Kijk. Toeschouwer 1. Ja. Denk aan je kleur, de dobbelsteen. Oh, dat is een warme kleur. Ik zou zeggen rood. Ik denk dat daar rood ligt. Zou kunnen. Ik kijk niet, maar de mensen thuis kunnen het zien. Toeschouwer 2. Ik ga denken aan je kleur. Aan je kleur. Twijfel ik over. Toeschouwer 3. Denk aan je kleur. Dat is duidelijk. Ik voel kou. Het is niet gezellig, maar ik voel kou. Het kunnen 2 kleuren, kan wit en blauw zijn natuurlijk. Ik denk aan water. Ik denk blauw. Ik kan het even niet zien, maar blauw. Dan zal dit wit moeten zijn. Even voor het idee, ik kan niet zien wat hiervoor gebeurt, ik doe het echt naar jullie. Oké, toeschouwers, denk even aan het aantal ogen wat boven ligt. Toeschouw 1. 1, 2, 3. De rode dobbelsteen met 3 naar boven. Wat? Toeschouwer 2, oké. Okay. Zou die wet moeten zijn als ik het goed heb? Moet ik in het getal denken? Ja. 1. Toeschouwer 3, kijk in mijn ogen. Ik ga 6 getallen opnoemen. En dan kan je waarschijnlijk in je gezicht zien, aan je ogen, welk getal je gekozen hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oeh, is wel moeilijk te lezen deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zag het. Bij 5 zag ik een trekje. Kan dat 5? De blauwe 5? Hoe doet u dat? Nou, dit is een voorbeeld van een routine, welke je hiermee kunt doen. We doen er nog eentje achteraan. Kan dat als ik nou dit zou doen? Moet ik niet kijken? Wat? Je hoeft niet te kijken. Ik zal er ook niet kijken. Ik gooi ze alle 3 onder een beker. Ja? Ja. Rood 6. Wit 5. En blauw 1. Rood 6, wit 5, blauw 1. Fantastisch toch? Mooi gemaakt. Ja, fantastisch gemaakt. Eigenlijk moeten we laten zien hoe het werkt. Gewoon om te waarom dat dit zo goed is. Wat vind jij? Overleg even. Ja, van mij mag het. Ik vind ze zelf ook helemaal tof. Ja, dus, ja. Oké. Okay. We gaan het laten zien. Shh, niemand vertellen. Je hebt namelijk een speciale ontvanger. En die ligt nu over mij hiervoor. Maar normaal kun je dat op alle manieren doen. Ik zal het even pakken. Ga ik even buiten beeld. Dit is namelijk wat je hebt. Wat is dit voor een ding? Als je hier overheen wrijft, zo, dan zie je namelijk. Nee, het is onzin. Dit geeft aan wat hier ligt. Kijk, ik zal het even de camera boven doen, dan kun je het beter zien. Kijk. En kijk even hoe snel. Dus, je kan dit. Het is zo klein dat je het kunt palmeren. Had ik net kunnen doen. Ik koos ervoor, voor de video is makkelijker even, om het daar neer te leggen.
in werkelijkheid kun je dit ook, het past zelfs in een leeg kaartendoosje. Als je een kaartendoosje, ja. Als je een kaartendoosje hebt en je zou daar bijvoorbeeld een gat in maken en je schuift dit ding erin, zeg maar, kun je ook je kaartendoosje op tafel leggen, dat jij alleen het zelf ziet en dan kun je op je kaartendoosje spieken wat het is. Maar hij is zo klein dat je hem echt kunt palmeren. Of bijvoorbeeld een boszakje, ja. Zou ook kunnen als je een sharpie er langs zet, ja. En even moet op te schuiven, ja. Dat je even piekt. Ja, nou dan leggen we even nu niet uit hoe dat werkt, dat je weet wie welke dobbelsteen heeft, maar dat kun je ook, weet je ook namelijk, maar je snapt nu in ieder geval dat je weet welke dobbelsteen, welke ogen boven liggen. Want de kleur geeft gewoon aan de kleur van de dobbelsteen, dus een rode display. Nou, deze geeft geen licht, dat betekent als je hem donker legt, is het niet dat je een gloed ziet vanuit de display, dat is ook mooi. En hij gaat urenlang mee. En ook deze is met USB oplaadbaar, dus alles is gewoon... Ja, super modern. Vertel we ook eventjes hoe ze uitgaan. Ja, zal ik dan zeggen hoe ze uitgaan? Nou, ik zet de ontvanger even uit. Nou, de knop ingedrukt. En nou is de ontvanger uit. En binnen 10 seconden staan je dobbelstenen ook uit. Dus er is geen verbruik. Het aanzetten, hetzelfde, je zet de ontvanger aan. De dobbelstenen gaan er nog niet aan. Maar als je de dobbelstenen gaat rollen, schudden, mixen, dan zie je ze wakker worden en dan verschijnt het erop. Deze gaan echt qua accu één keer opladen urenlang mee. Dus het is echt heel fijn. Ja, ik vind het een fantastisch ding. Wat kost dit ding? Dit kost €319,95. Is dat veel geld? Nee. Het is veel geld voor een goocheltruc. Maar voor wat je hier ziet, is het een koopje. Er zijn vergelijkbare systemen. Nou, dat kan ik gerust zeggen. Vergelijkbaar die nog niet eens in de buurt komen qua deze technologie. Voor €1,500. Dus dit is echt een... het is natuurlijk ook wel massaal gemaakt. Maar wel heel goed. Vandaar deze strakke prijs. €319,95. Ik vind het een fantastisch ding. Hier kun je ook mooi mee forceren. Ja, ik heb ook... oh nee, dit is een andere. Dat is een stel voor je... Ik zeg tegen iemand, denk ik wil een auto... Ik weet niet of ik dat aan de veel voor ga vertellen. Maar stel voor ik wil een automerk Opel forceren bijvoorbeeld. Ja. Ik weet dat hij 3 heeft, dus ik kan zeggen als je 1 hebt, denk aan Renault. Als je 2 hebt, denk aan Mercedes. Ja. Als je 3 hebt, denk aan Opel. Ja. Dan forceer je het, maar dat weten de mensen niet. Uiteindelijk heb je dan bijvoorbeeld een voorspelling en dan... Ja, ja. Ja. Ja, zo heb ik hem... we hebben even heel snel tussendoor. We hebben een grotere versie van deze, heb je waarschijnlijk al vaker gezien, ook van Marc Antoine. Daar zijn 3 grote dobbelstenen, kunnen exact hetzelfde, alleen daar zit het geheim hierin. En leg je het doosje neer op dezelfde manier als wat je net hebt gezien. En dan zie je ook wat boven ligt. Mm-hmm. Ook oplaadbaar en alles erbij. Hierbij leveren wij routines van onszelf ook. En daar beschrijf ik onder andere een routine waarbij je een beetje wat jij zegt. Bijvoorbeeld allemaal kaarten laat zien met merken, met steden, met wat dan ook. Maakt niet uit wat. Je laat de toeschouwers de dobbelstenen rollen waar je niet bij bent. Je laat de kaarten zien. Nou ja, je weet... welke taal is hebben gegooid. Dus stel voor, je hebt 18 kaarten met steden erop. Je hebt een grote voorspelling hangen met Parijs erin. Beetje cliché, maar goed, Parijs. Je laat alle kaartjes zien. Je zorgt dat dan de Parijskaart op de 12e plek komt. Wat niet lastig is als je kaarten schudt. Geef de kaart aan de toeschouwer en zegt de toeschouwer... Oké, je hebt een stapel kaarten. Meneer, u heeft de dobbelstenen gegooid. Welk getal heeft u gegooid? 12. Oké. We gaan op zoek naar de 12e kaart. Nou, ik hoef niet uit te leggen hoe dat verder werkt. Maar het is een beetje hetzelfde idee. Perfecte ding om te forceren. Dus, €319,95, Mental Dice by Tony Anverdi. En voor de grote versie kun je ons altijd even bellen, die staat niet op de site. Maar ook een fantastisch ding. Beker is een ander verhaal, die zijn niet te koop. Nee, dan moet je even naar Frankrijk rijden, daar hebben wij ze ook meegenomen op vakantie ooit. Kwam ze tegen. Ja, kwam ze niet tegen, ze lag in de winkel, maar... Ja, fantastisch. Ik heb nog iets heel moois. Yes, ik ben benieuwd. Ik heb hier een mapje. En een... kaartspel. Echt heel mooi. Nooit gezien. Zal ik het er even uithalen? Kun je zo meteen vragen, René, om ergens stop te zeggen waar je zelf wil? Stop waar ik zelf wil. Mag je deze kaart even bekijken? Dat deze kaart eventjes weg, die hebben we niet meer nodig. Zal ik eventjes hier naar hem. Kijk. Ja. En ik heb hier nog een aantal kaartjes meegenomen. Dit zijn allemaal chameleons. Ik zal ze er even uithalen. Ik zal ze ook even laten zien. Goed idee. Dat deze chameleons allemaal chameleons zijn. Vier stuks. Chameleons. Ja, ja, ja. En ze zijn ook allemaal blauw. Oké, niet rood, maar blauw. Allemaal blauw, ja. Dat hebben ze extra gedaan, zodat het een beetje goed... Ja, dat contrast beter is, snap ik. Als ik nou een chameleon weglaag en ik pak
jouw kaart in dit geval, de harte 9, had alle kaarten kunnen zijn. Ja. Dan heb je 3 chameleons en 1 kaart. En gaat jouw kaart tussen de chameleons, wat gebeurt er dan? Die chameleons die passen zich aan de omgeving. Dus als ik de kaarten nu draai, zie je dat die chameleons allemaal aan de omgeving aangepast zijn. Hè? Is het niet dat achterkant? Maar ook de achterkant, ja. Ook de achterkant, ik heb nu zo'n allemaal roots gewonnen. Hè? Ik vind het ook raar. Maar wat als je de... Als ik wil, kan ik een 9 wegleggen. Pak een chameleon. Chameleon gaat er weer tussen. Ik neem mijn vingers. En je ziet dat alle kaarten weer aangepast zijn aan de chameleons. Hè? En de achterkant ook aan weer? Aan de achterkant zijn ook weer allemaal blauw. Als je zou willen, kun je zelfs een chameleon wegleggen. Leg gewoon even daarbij. Leg deze even dus opzij. Ik doe ze meteen in het mapje trouwens, is net zo makkelijk. Opgeruimd staat, netjes. Maar als ik nou de kaarten pak, en ik pak de chameleon die hier ligt, dan kan ik de chameleon hierbovenop vrijen. Kijk zo. En dan zie je dat die in één keer veranderen allemaal in blauwe kaarten. Wat? Dat zijn allemaal normale kaarten? Allemaal normale kaarten, ja. Ik kan de andere kant ook laten zien. En dat is de truc. Camouflage. Hè? Van elke zem. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja. Ja, heel mooi. Praktisch ook. En qua moeilijkheidsgraad zijn er 2 dingen die je moet kennen. Elmsley Count en een double lift. Eigenlijk, als je alles mee zou tellen. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk minimaal. ik denk voor het publiek uiterst visueel. Een hele mooie visuele veranderingen. Vorige week zagen we het al, had ik de video al bekeken, de instructievideo, ik zei die, die moeten we echt gaan laten zien in de winkel. Dat is gewoon een leuk demo dingetje waar echt iets gebeurt. Dus Leon ook gaan bekijken, zegt ja, dat is echt een leuk ding. Ja. En vandaar dat die nu in de update zit. Wat heb je extra nodig? In dit geval, want de setjes kunnen verschillen per kleur. Wij hadden nu een extra blauw spel nodig. Ja. Maar dan kan het zijn dat je rood spel nodig hebt, dat weten we niet, want we weten niet wat erin zit. Ja. Het is niet dat je op kleur kunt kiezen. Maar, prachtig. Heel mooi. Duidelijke video-instructies erbij. Maar dat is bij elke zijn altijd zozeer uitgebreid. In het begin was wel even de chameleons zoeken, want die passen zich aan in de omgeving. Dus ja, je moet ze niet hier op laten liggen, want dan was het gewoon... Yes! Heel mooi. En leuk. En de prijs is 23,50 als we die nog niet moeten. Ja, 23,50. dit vind ik ook een grappige. Daar had jij ook zoiets van, die moeten we echt gaan verkopen. Is een leuk ding. Prediction, oftewel voorspelling. Ik heb hier allemaal stukjes kaarten. Je mag ze schudden als je wil. Oké, je mag ze stukjes gewoon allemaal zo neerleggen. Vier rijen van 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hij begrijpt het. Ja, nou. Kijk eens aan. Super netjes. Heel mooi. Je maakt er een beetje nog een zootje van. Zo kan ook nog. Gaan we wat dingen omdraaien of zoiets. Dat is ook altijd grappig. Dan krijg je een beetje een chaos, zeg maar. Dus willekeurig. Ja? Oké. Oké, nou zijn dit allemaal rijen. 4 rijen zo, 4 rijen zo. Dit zijn de buitenste rijen. Ja. 4 rijen, deze. Jij mag een rij zelf kiezen als een boek omslaan op een andere rij. Dus het kan deze rij zijn, het kan die rij zijn, het kan die rij zijn of die rij. Jij kiest. Ja, deze rij. Doe maar. Dus gewoon omkippen. Ja, super. Ja. Goed. En nu hebben we 4 nieuwe buitenste rijen. Ja, die waren er al. Deze, maar nu is dit ook een buitenste rij. Dus je mag ook die omkippen. Of die, dan doen we deze een keer. Kijk eens. Oké. Top. Ja, hetzelfde verhaal. We hebben 3, een van die buitenste 3, 4 rijen, sorry. Die, oké. Okay. Dan hebben we die rijen nog en die rijen, wat je wil. Oké. Okay. Ja, en nu nog iets zo. Fantastisch. Door al dit gedoe heb ik geen idee meer hoe de kaarten liggen qua volgorde, maar ik weet ook niet meer welke boven en beneden liggen. Dat is altijd een verrassing. Kijk even wat er naar beneden ligt. Dat is 1, 2... 3, 4 stukjes. Oké. Okay. De vraag is natuurlijk, welke 4 zijn dit? Dat is een klaveren. Dat is een klaveren 4. Dat zou ook kunnen matchen. Het is ook een klaveren 4. Dat is wel toevallig voor. Oh. Dat wist ik. Want. Hierin zit 1 klaveren 4. Hoe dan? Hoe? Hoe? Ja, hoe dan?
Ja, je doet... Dan zeggen mensen, ja, super makkelijk. Dat komt gewoon altijd uit. Dus, omdat wij schutsen nog een keer. Goed idee, schutsen nog een keer. Mensen denken dat het vanzelf gaat of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Even voor het idee, net was het gewoon klaar voor vier. Ja. Ja? Oké, okay. Oh, je mag ook weer rijden maken, sorry. Sorry, mag ik even rijden maken. Dus de toeschouwer schudt, de toeschouwer legt neer. Hij bepaalt eigenlijk alles zelf. Dat is eigenlijk het idee. Maar ik hoor graag, mag er een truc eigenlijk altijd maar één keer doen? Ja, maar ik laat even zien dat mensen dat dit niet zeg maar automatisch werkt of zo. Dat het niet iets is wat altijd uitkomt of zo. Dat zou natuurlijk te makkelijk zijn voor goochelaars als ons. Oké, dan hebben we weer hetzelfde verhaal. De buitenste rijen, ga je gang. Ja. Dus dit mag ook, hè? Dat mag ook, ja. Het is alles wat de buitenste rij is, mag je gewoon omkukkelen op de rij langs. Ja, oké, okay, super. En ook nu liggen er weer kaartjes beeld omlaag. 1, het is altijd mooi, zou wel 4 zijn, zou wel mooi zijn. Oh jee, oh, 2, 3, 4. Dat wist je natuurlijk al, kijk, 4, 3. Klaar voor 4. Ja, maar die zit er niet bij. Daar moet je het truc maar één keer doen, hè. Oh. Dat zou wel mooi zijn. Oh. Volgens mij klopt er iets niet in. Maar ja, daar moet je hem altijd maar één keer doen, hè. Ja, kansloos. Oké, okay, dus inderdaad, truc nooit herhalen. Of een backup hebben. Of een goede goochelaar zijn. Ja, backup hebben kan ook. Dan heb je gewoon nog een voorspelling. Mooi. Ja, double coincidence. Eigenlijk gebaseerd op een idee van Aldo Colombini. Ja, ja. En ja, super grappig. Je kan natuurlijk alleen maar één voorspelling gebruiken. Of je doet aan de ene tafel deze voorspelling. En als je tafelgoochelen doet, aan de andere tafel gebruik je deze voorspelling. Of allebei. Ik vind het wel grappig als je het allebei doet. Ja, ja. Ja, geen speciale kaarten. Het is super simpel. En betrouwbaar. We hebben niet meer gedaan dan wat er gebeurt. Zeg maar. Er is geen de kaarten neerleggen, schudden, neerleggen, draaien. Echt super gemakkelijk. Zelfwerkend. 12,50. Kom met een Nederlandse instructie. Ja, Nederlandse video-instructie door Leon. Double coincidence heet het. Hoe schrijf je dat? Double coincidence. Staat er in beeld ook. Zoek even helemaal compleet. Artikelnummer. Ja, met alles wat erbij zit. 12,50 euro. Ik raad het even door, want we hebben hier nog een dingetje wat enige tijd geleden al hadden, maar nu hebben we de, vinden wij, goede versie. Huh? Goede versie van een blikje. Ja, dit is een Coca-Cola blikje. En ik heb hier een muntje. Leon, zou je hier iets op willen schrijven, tekenen, wat dan ook? Blikjes, ja. Leeg. Nee, het blikje hier, ja. Beetje van de L en de H. Oké. Okay. Ja. Mooi, hè? Ja, ik vind het zelf ook mooi getekend. Je kan het op verschillende manieren doen. Je kan de munt op de hand leggen. Je kan een blikje erop zetten. En de munt komt echt... Ik weet niet of je kunt zien daar, maar hij komt echt... Hij ligt op het randje. Ja, dat klopt. Naar de camera, maar doe het even zo. Kijken we er niet uit. En de lip die moet ik een beetje buigen. Waarschijnlijk. Ja, zie, hij komt eruit. Dat is manier 1. Manier 2 is dit. Ziet er zo mooi uit, hè? Hij zit er ook in met het lipje. Wat we vergeten is een heel nieuw blikje. Zodat namelijk een beetje buigt. Dan kun je het muntje er makkelijker uithalen. Zie. Ja. We hadden deze al, maar dan met een Aziatische bedrukking. Er stond niet Coca-Cola, maar. Coca-Cola in het Aziatisch. Nu hebben we de echt Coca-Cola versie. Daarom wil ik hem even opnieuw laten zien. Mooi. Fantastisch mooi gemaakt. Niks elektronisch, geen magneten, afstandsbedieningen, wat dan ook. Het is gewoon een test, plekje. Kun je uit handen geven. Niet om te laten onderzoeken. Maar je kan hem gerust laten zien. Je kan ook
de toeschouwer de munt op de hand leggen, het blikje bovenop zetten en de toeschouwer zelf laten schudden, wat ik denk net ook deed, komt hij er ook in. Moet je wel even goed instrueren, maar dan komt hij op de handen van de toeschouwer in het blikje. Helemaal niet moeilijk. En in principe zou de toeschouwer zelfs het blikje theoretisch de munten uit mogen schudden als je dat aandurft. Super mooi gemaakt, voor een super prijs, €39. Coin in Cola Can heet hij op de site, ja. Check het even. Coin in Cola Can. Ja. Alright. Heb jij nog iets staan, Leon? Of, ja, zeker. Ik heb hier een... Lang leef de Coca-Cola. Een veeltje. Ik zal het niet aanhangen. Coca-Cola, oké. En een muntje. Yes. En een glas. Het lijkt wel Coca-Cola vandaag. Alles. Zo, mag je... Ja. Ik weet wat ik moet checken, maar goed. Ja. Het glas zetten we op het veeltje. Ja. Deze manier. Ja. Het muntje hebben we hier. Die pakken we even. Oh. Klein muntje, grote handen. Ja, grote handen. De munten kun je eventueel pakken. En dan zo door het glas inslaan. En als je wil mag je het glas en munt alles controleren. Mooi gemaakt. Heel mooi. Dat kun je zeggen wel. Dat kun je wel en zeggen, dat is de truc, een rollercoaster. Een rollercoaster kost €65. Heel makkelijk te doen, degelijk gemaakt. Ja. Ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Kopen. Het is een veeltje, maar gemaakt van een materiaal wat waterafstotend is. Het is geen karton, dus dat is een echt veeltje. Maar het is een beetje, je zou het kunnen vergelijken met... Oh, en dus je ontschiet de namen eventjes. Papier wat niet scheurd is. Tyvek. Ik was het Teflon. Tyvek inderdaad. En dit kun je eigenlijk een beetje vergelijken met het materiaal. Het is waterafstotend materiaal. Het is meer een soort kunststof. Het is ook glad in plaats van dat je het grove. Ja, het is fantastisch mooi gemaakt. En je hebt dit. Normaal hebben we ook Heineken en Coca-Cola. Heineken is er nu even niet. Het is uitgekocht. Coca-Cola wel. Ja, andere, prachtig mooi gemaakt. Andere tip die ik even wil geven. Ja. Dit kan met 50 cent, €2. Het kan met halve dollars, maar het kan niet met een dollar formaat munten. Nee, groter gaat niet. Je kunt het ook met meerdere munten doen, dus bijvoorbeeld met, ik dacht met 2 of 3 halve dollars dat ik gezien heb. Maar groter kan niet. Ja, 3 halve dollars gaat absoluut niet passen. Maar 2 kleine muntjes in ieder geval wel. Ja, volgens mij, ik dacht dat ik wel gezien had met halve dollars, maar dat kan niet. Ja, nou, dat is in ieder geval schitterend mooi gemaakt. Ja. Van Hans en Chen. Dus dat is, ja, die mannen maken mooie spullen. Dat is gewoon, kijk, er is ook veel rommel op de markt. Dat proberen wij te ontwijken, maar dit is gewoon goed. Je ziet het ook, want wereldwijd is dit bijna niet meer leverbaar omdat ze uitverkocht zijn. Je krijgt nog iets extra's. Ja. Ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar ik doe het toch. Dus als je het uit handen wil kunnen geven. Oh ja, ja, dan, ja, ja. Je krijgt er een normaal veeltje bij. Want hier, dus, het is een speciaal veeltje, maar in principe, ik bedoel, voor mensen die denken dat er nou een of andere klep zou openvallen of wat dan ook, is het niet het geval zo hoor. Het is gewoon echt een. Het gaat zo snel, dat is echt zeg maar ook. Ja. Ja, schitterend mooi gemaakt. Rollercoaster, cola. Of coke hier volgens mij. Rollercoaster, coke. Coke. Ja, dit is ook een schitterend mooi ding. Ja. Replica 4D, 4D natuurlijk. Wat is dat? Met hoe deze gaan we dat uitleggen? Ben je in staat om via je social media, bijvoorbeeld Instagram, Facebook of via je WhatsApp... foto's, ik moet zeggen, voorwerpen uit foto's te laten springen. Ja. Dat kunnen bijvoorbeeld munten zijn, lepeltjes, ja. Van alles wat in principe in je telefoon zou kunnen passen. Ja, kijk, de app zegt het al, replica, waarom heet die replica? Hij heet replica omdat de app, die overigens niet downloadt als een app in de App Store of in de Play Store. Mm-hmm. Het is een losstaande app die je enkel via, als je dit koopt, via de code op je telefoon krijgt, voor iPhone en Android, die zorgt ervoor dat hij een replica maakt van een, of jou, of iemand anders, of een firma waar je voor werkt, wat een Instagram-account, of Twitter-account, of... Ik heb het zelfs gezien met een website, kan eventueel ook, maar dan moet je wel even kijken. Ja, ja, een mobiele website zou ook kunnen. Ja. Dus dat wordt niet een illegale kopie, dat niet, maar het wordt een replica. Maar die replica is inderdaad zo, je kunt daar zelf foto's in plaatsen, en die foto's... Die kunnen door aanraking veranderen. Zo kun je het best zeggen. Of door timing. Of door timing kunnen die veranderen.
En dat wil zeggen dat je inderdaad, jij gaf het voorbeeld net van een... Of schudden kan ook nog. Schudden ook, ja, een kopje koffie waar je bijvoorbeeld... je scrolt en je vindt een kopje koffie met een lepeltje. Ja, dat lepeltje eruit. Kun je zo je dan de video ook ergens bij zetten? Ja, ik zet de video draai ik onderlangs. Dat lepeltje eruit en het is ook weg op de foto. Suiker. Ja, dus je scrolt verder, er ligt suiker, een foto van een suiker. Je pakt het lepeltje, gooit er de suiker heen. En er zit echt een... ja, dat iemand de suiker heeft gevraagd. Dan scroll je verder, liggen de munten en die munt haal je ook uit de telefoon. Dus dat is bizar. Ja. Zeker als het iemands Instagram is die gebruikt. Hè. Dus, ja. En het mooie hiervan is, het is stel voor je zegt, ik wil het met mijn munten doen, ik wil het met deze munten doen. Ja. Geen probleem. Ja. Je kunt 2 of 4 fotootjes maken, die plaats je in de app, zeg maar. En dan pas je het daar in 1 keer aan en dan kun je het met je eigen voorwerpen doen. Foto's zijn ook heel makkelijk te maken. Ja. Er wordt ook allemaal heel goed uitgelegd met video's. Ja. En het is gewoon echt aanpasbaar aan hoe jij het... Je hebt ook geen last van updates, dat je op updates moet wachten. Nee. Dat Instagram een nieuw logo heeft. Je maakt gewoon een screenshotje van jouw Instagram. Die plaats je dan, die knip je bij met een simpel appje. Plaats je in je app en het is bijgewerkt. Je hoeft niet te wachten op updates of hoe moet ik het zeggen. Ja. Het is eigenlijk degelijk gemaakt. Ja, je hebt inderdaad de social media dingetje zeg maar wat veranderd. Maar je hebt ook de functie om voorwerpen te produceren. Ja. In je telefoon. En dan echt in je telefoon. Dus het ziet er ook echt 4D bijna uit, 3D. Ja, dus als je scherm beweegt, dan zie je ook echt de schittering. Ja, ze zien de schittering ook echt liggen. Dus je kan, en daar wat Leon ook zei, je kan daar eigen voorwerpen aan toevoegen. Als jij, we hebben hier nu maandag, gekke maandag noemen, daar heet gekke maandag. Carnaval, vastelavond, net hoe je het noemt, vastelavond. En we hebben hier de kroegen en we hebben ook consumptiemuntjes. Nou was ik aan het denken, wacht even, ik maak van die consumptiemuntjes, maak foto's. Dan laat ik die consumptiemuntjes in mijn telefoon komen. Als iemand mij een muntje vraagt, en dan wacht even en dan schud ik, hey, een muntje van jou, oké, hier. Kan allemaal. En hij maakt het zelf 3D, zeg maar, dus dat het heel mooi uitziet. Fantastisch. En je kunt eruit laten schieten en je hebt zoveel mogelijkheden. Ik heb geen andere app gezien die zoveel kan. Ja. En waar ook alles ingebouwd zit om het te ontwerpen. Ja. Dat ook nog, weet je. Het is niet dat je zelf alles moet knutselen en plakken met Photoshop en dan moet uploaden of wat dan ook. Ik heb ook een andere review gezien. Ja. Daar doen ze altijd ratingen van 0 tot 100. Deze heeft daar een hele hoge rating, of hoe ze het noemen, gekregen. Ja. Ja. Dus ze wil wel wat zeggen. Kijk, het is geen goedkope app, €104,95. Maar hij is 10 jaar in ontwikkeling, is niet gelogen, 10 jaar tot wat het nu is. Het is fantastisch. Ja. Als je problemen hebt, ik zeg niet dat problemen zijn, maar stel of je begrijpt iets niet of niet ook. Je kan Steve, dat is de maker van de app, kun je via Facebook, is heel benaderbaar, reageert binnen enkele minuten als er iets is. En je begrijpt iets niet, ik heb het ook al gedaan hoor, dat ik wat wilde weten. Ik stuur een berichtje en zegt hij, oké, wacht even, zo en zo is het. Of ik heb het gefixt, of dit is je wachtwoord, wat je, weet ik veel, allemaal. Nou, waarom laten we hem nu nog niet zien? Omdat we hem nog niet goed geoefend hebben. Ja, ik kan hem wel laten zien, maar als ik het wil doen, dan wil ik het goed doen. Ja, dat is het. En ik ben nou zelf foto's aan maken om een eigen... Aan te passen. Ja, misschien. Dus als je in de winkel komt, laat hem met plezier zien. Ja. Maar dit is absoluut een aanrader. Ja. Voor alle apps die ik op mijn telefoon heb. Want laat even zeggen, je hebt bijvoorbeeld kaarttelefoon en zo, kun je hier ook allemaal mee doen. Ja. Hier kan je andere apps kun je vergeten, zit hier allemaal ook in. Kartfoon, spongeballen, alles kan. Alles. En spongeballen zit er niet bij, maar die is heel makkelijk te maken. Ja, maar zit er wel. Je kunt de spongeballen downloaden in de speciale community app. Ja. Zit spongeballen in en dan heb je ook spongeballen. Ja. Dus alles kan. Als je lid bent van Facebook, dan. Of ja, lid zeg ik. Ja. Dan kun je daar ook lid worden van de speciale groep. Ja. Dan voer je even je code in die je hierbij krijgt. Ja. En dan heb je toegang tot foto's en andere tips, hints en andere dingetjes. Ja. Dus. Android en iPhone. Geen paniek. Je hoeft niet te downloaden. Wat is het voordeel van? Het voordeel daarvan is dat als je telefoon een keer... je hebt wel eens apps die niet meer bijgehouden worden en die zijn niet meer te downloaden in de App Store. Je koopt een nieuwe telefoon en je bent je app kwijt. Dus bij deze is het niet zo. Dit werkt via een ander systeem, niet via de App Store of Play Store. Ja. En nog iets wat heel belangrijk is. Je kunt meerdere... in principe zet je die app op je bureaublad. Maar je kunt meerdere apps op je bureaublad maken. Dus als je zegt, de ene keer wil ik dit gebruiken voor close-up. En de ene keer wil ik het misschien gebruiken voor op stage met een camera erop bewijzen van. Je kunt meerdere routines maken. Je linkt en dan zet je allemaal apart op je bureaublad. Dus als je de ene keer een routine wil doen met munten, of de ene keer met koffie, of de ene keer daarmee. Je kunt meerdere effecten creëren. Ja. Ja. Replica 4D. Mooi, mooi, mooi. Dan heb ik hier nog een leuk trucje. Met een Rubik's Cube.
podium, zal ik het even noemen. Sorry, ja. En dan draai je een beetje, maar ja. Dit heb ik er nog bij. En een heel mooi, daar komt hij aan. Ta-da-da. Standaard, zeg. Standaard met goochelstokjes. Vilt op vilt. Aan de onderkant zit vilt en dan zit hem veel te mat. En dat schuift bij elkaar niet, dat is de bedoeling ook. Maar... Oké, okay, zal ik hier zetten? Ik zal die kubus hier bovenop zetten. In de rubikschil. Dan zet ik het kokertje eroverheen. En dan wil ik aan René vragen om één van deze kleuren goochelstokjes te pakken. Groen. Zeker weten? Mm-hmm. Dit er maar bovenop. En de groen boven. Mij is ook helemaal opgelost. Ja, ik weet ook even niet hoe je dat gedaan hebt. Ik ben zelf ook benieuwd. ik ook niet. Maar die koker kunnen we er weer overheen zetten. En dan wil ik René vragen om een ander kleur kokerstokje te pakken. Nee. Sorry, ik ben niet. Zeker dit? Ja. Ik heb bij je vingers. En die veranderen naar blauw. Nou, schiet bij mijn lek. Ja, heel mooi. Ik ben zelf ook een beetje verbaasd. Oké. En dit heet... Ja, het heet... Pro Rubik. Rubik Pro. Pro Rubik van Tora Magic. Ja, schitterend mooi gemaakt. Mooi afgewerkt ook, hè. Mooi materiaal. De eerste vertoning van mij. Ja. En een belangrijk detail. ik pakte nu echt van extra een andere kleur stokje dan dat je in de videodemo pakt. Want wat mensen hier in de winkel vragen zeggen, ja, ik heb de videodemo gezien. Maar dan pakken ze geel. Maar ja, je kan natuurlijk alleen met geel. Nee dus. Nee. Dus je kan mogen elke kleur kiezen. Ja, schitterend mooi gemaakt. We gaan niet laten zien hoe het werkt. Maar eigenlijk zou het wel leuk zijn om te laten zien. Dan denk je, potverdikkie, dat slim gemaakt. Je krijgt alles wat hier staat. Inclusief video instructies online. Voor de prijs van €115. Ja, prachtig spul van het glittermateriaal, heel mooi. En ja, dat gaat zo mee. Dit ding wordt idee even voor transport. Allemaal plat mee, is ook allemaal mooi. Is super gemakkelijk. Ja, Pro Rubik. Door. Ik zal deze wel deze kant op schrijven. Zo. Heb je nog iets staan, Leon? Ik heb een stoel staan nog. Oké, okay, ja, dat wil ik niet. Iets van trucs? Nee. Oké. Ja, deze kan ik niet uitgebreid laten zien. We leggen zo meteen ook uit waarom. Het is een boek, een bestaand boek, een Time Machine. Ja, heel gaaf. Ja, kijk erin of iets geks meer zou ik zeggen, maar het is een boek. Dus... Ja. Ja, ik heb het boek gelezen. En als ik lees trouwens, zoals een normaal iemand lees, ik lees zo. Braille heet dat. Nee, dan sla ik gewoon een heel boek op. Weet je, als ik lees in 5 minuten, lees ik een boek uit. Het is niet zo niet echt lollig. Als je in midden gaat lezen, heb je gewoon 20 minuten. Maar ik sla wel alles heel goed op. Ik ga laten zien waarom. Je mag ergens stop zeggen waar je zelf wil. Stop. Hier? Is dit goed of wil je een pagina verder? Nee, dit is goed. Ja? Zeg? Oké. Okay. Ik heb het woord niet aan de camera laten zien. Maar doe het meteen. Doe het meteen. Ja, oké. Okay. Nou, doe dan een keer. Okay. Sorry. Ja, dat heb ik niet gezegd. Oké. Okay. Zeg maar stop. Stop. Zeker? Oké. Okay. Ja. Wat hou je van het eerste woord hier? Ja. Ja, ik zal het in de camera laten zien ook, wil zijn het zien. Ja? Oké, okay. Ken je het woord? Ja. Oké. Okay. Ja. Op zich word ik er wel vrolijk van het woord. Ik zou zeggen vrouwelijk of zo, female. Ja. Female, klopt? Oké. Okay. Ja. Maar het is overal anders. Ik bedoel, pak even ergens anders stop. Stop. Stop, hier zeker weten? Ja. Het eerste woord, ja? Heb je hem? Ja. Oké. Okay. Okay. Word je ook vrolijk van? Word je ook vrolijk van? Ja. Ligt eraan, ja, op zich wel. En de kaart vind ik wel een van de mooiste kaarten, de queen, oftewel de vrouw. Nou denk ik natuurlijk alles in een vrouw te maken, dus het is niet het geval natuurlijk. Ik stop bij jezelf. Stop. Stop, oké, okay, onthoud het eerste woord eventjes. Ja. Heb je hem? Oké. Okay. Het woord wat we als eerste hadden. Oh nee, het woord wat we als first hadden. Ja. First? Ja, oké. Okay. Nou, je weet dus, even voor het idee, ik kan hier gewoon een pagina openen. Maar het is niet zo dat mensen denken dat ik iets kan zien. Het is niet zo dat hier dezelfde teksten staan bijvoorbeeld. Kun je ook zelf over zien. Is het niet het geval. Maar wat zit er nog meer in dit boek gebouwd? En dat is eigenlijk het allergaafste. Ja. Is de Pegasus Page. Wat is dat? Dat is het volgende. Het effect, daarom kunnen we dat niet laten zien. Je zegt tegen toeschouwer, zeg eigenlijk stop. De toeschouwer zegt stop. Stop. Je zegt oké. Okay, kijk even de pagina. En onthoud je. Kijk even of er bovenaan bijvoorbeeld een lang woord staat. Wat opvalt. Ja. Onthoud dat woord.
En dat houdt het paginanummer. Ja. Heb je paginanummer? Ja, ja, bijvoorbeeld, ik neem maar even 89. Dat is niet waarschijnlijk, maar nee, 125, maar 89. Oké, okay. Super. Van tevoren heb je een ander toeschouwer een envelop gegeven. Je zegt tegen de toeschouwer, je hebt een pagina gekozen, 89. Je hebt een woord gekozen. Oké. Okay. De time machine gaat over tijdreizen. Ik ben ook in de tijd gereisd. Ik ben ver vooruit gereisd in de tijd. Toen wist ik al welk woord jij gekozen had. Ik heb namelijk in de toekomst die pagina die jij zo meteen gaat noemen al uit het boek gescheurd. Ik heb daar een kruis, een cirkel omgezet om het woord wat jij gekozen hebt. En ik heb die in een envelop gestopt. En die heb ik mee teruggenomen, die envelop, naar deze tijd. Die heb ik jou net gegeven. Dus en de mensen kijken je allemaal aan van hier, volgens mij moet je naar een instelling. Of, ja. Wat was jouw woord? Ik noem er iets. Geen idee, maar wat is jouw woord? Hij noemt het woord op. Ik zeg, oké. En welke pagina had je? 89. Dus het boek hebben ze zelf nog vast. Zeg, zoek even pagina 89. Ze zoeken pagina 89. En wat blijkt? Er is wel pagina 87. En pagina 90 bij wijze van. Maar 88 en 89 zijn eruit gescheurd. Dus de scheur zit er echt in. De scheurrand zit er nog in. Het blad zit eruit. Toeschouwer maakt de envelop open. Daar zit de pagina in. En die past ook precies. Ja, dit is echt uitgescheurd. Ja. Om dit effect te gaan doen, moet je ook de betreffende pagina uit het boek scheuren. Nou, als wij dit zouden doen, zou niemand dit boek ooit willen kopen als demo-model. Ja. Zeg maar. Normaal kunnen we nog wel, het boek is gewoon nieuw verder, netjes verkopen als alle andere boeken verkocht zijn. Maar als wij het eruit gaan scheuren, zeggen mensen, nee, dank je. Ik weet niet of jullie ooit het effect hebben gezien wat ik bij de nieuwe Origella gedaan heb. Dat was een beetje vergelijkend met dit. Werkte anders, maar ik kreeg daar zoveel reacties op. Heb je dat? Verkoop je dat? Ook ongeveer dit gebeurde. Het was toen de Switcher. Dit is eigenlijk hetzelfde idee, maar veel makkelijker. Hier hoef je helemaal niet. Alle dingen die ik toen extra moest doen. Daar ik van wakker lag, dat hoef je hier gewoon niet te doen. En het is hetzelfde effect. En even het idee, vanuit hier, als we dan een lange woord onthouden, je geeft het boek meteen aan de toeschouwer, dus ja. Het is verder geen verwisseling. Niks, geen verwisseling, niks. Dus het enige wat je hebt, dit boek en een envelop, dat is wat je nodig hebt. Ja. Time Machine heet het. De Time Machine boek kost 82,95. Denk je, oeh, is die goedkoop? Nee, dat klopt. De Switcher kostte €170, dacht ik toen. En was veel gecompliceerder. Dus dit is echt een prachtige routine. Als mentalist zijnde, fantastisch. Even voor je idee. Stel voor je wil meerdere boektesten gaan doen. Ik weet even de naam niet van deze persoon. Die heeft meerdere boektesten uitgebracht. En die kun je allemaal combineren met dit boek. Ja. Ik wil niet te veel vertellen, maar als jij vier boeken hebt, of vijf boeken. Ja. Volgens mij heeft er 1, 2, 3, 4. Ja, ik weet even niet precies zoveel. Ja. Maar die boeken kun je combineren met deze. En dan kun je ook hele geweldige effecten doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan sluiten wij af met twee dingetjes. Allereerst, 2 maart hebben wij weer een lezing. He, eindelijk. We hadden meer lezingen aangeboden gekregen, maar er waren onder andere lezingen die wij vorig jaar al gehad hebben. En we krijgen van diverse mensen die tours organiseren, krijgen wij, hey, ik noem maar iets, Michael Lamar komt eraan, heb je interesse? Nou, daar hebben we best interesse in, maar niet als die vorig jaar geweest is, want dan is het waarschijnlijk dezelfde lezing. Dus er zitten nu een paar dublures in, dus daarom hebben we nu niet zoveel lezingen staan, maar 2 maart beginnen wij met Michael Pilaire. Michael Pilaire doet dingen met sponsballen, met touwen, met kaarten, met kaarsen, dus hij is ook bekend met zwaarder dingetjes, hij is bekend close-up, toneel, mentalisme. Alles. Dus als je een keer iets anders wil zien dan alleen maar kaarten, zorg dat je erbij bent. 2 maart om 8 uur hier in de winkel. Dan, 8 februari, staan wij op de tweedehandsbeurs van goochelartikelen in Winxeledelle. Dat is in België, in de buurt van Leuven, zeg maar. Mocht je daar naartoe gaan en mocht je dat we iets willen meebrengen voor je, het kan, laat het even tijdig weten, dan brengen wij dat voor je mee. Let op, belangrijk, kleine lettertjes. Ik ben op die dag in België. Leon is, helaas voor Leon, in de winkel. Hij zou heel graag meegaan. Zegt, ik vind het altijd zo gezellig in België. Daar is het ook. Maar we hebben ook de winkel. We hebben niet nog iemand hier die we even uit de mouwen trekken. Zo, die even de winkel dan kan runnen. Dus de winkel is ook gewoon open op 8 februari. Maar ik ben dan in België. Awesome. Ja. Check onze website. Er staan ook een aantal dingen op. Tenminste, op dit moment nog. Die gebruikt zijn. Dus het is tweedehands dingetjes. Maar wel... Dat vond ik hier mooi. Onder andere de Black Tabletop. Als je een gaaf mentaal ding wil hebben. Eigenlijk moeten we een keer laten zien een update. Maar eigenlijk is dat als we het laten zien. En we hebben er maar één. We hebben er nu 2 van liggen. Toevallig tweedehands. En ze zijn weg. Dan
kunnen mensen update kijken, maar de truc is er niet meer. Dus het is echt een van de mooiste dingen die ik ooit gezien heb. Kostte toen iets van €900 en we hebben hem nu gebruikt voor €395. Dat is een waanzinnig ding. Dus als je interesse hebt, bel eventjes. En nogmaals, check onze site, want er komt nog meer aan. Vandaag komt er flink wat spul binnen. We hebben nog wat spullen staan die nog online moeten. Dus het blijft hier maar bubbelen. Dus als u vragen heeft of iets wil weten of wat dan ook, bel, mail, kan langs. Ja. En we zien je graag in de winkel natuurlijk. Ja, sowieso. Ik zeg, toedeledokie. Tot de volgende keer. Hoi.